jongens, de prank was gelukt. Hij was leuk, hij was leuk, hè? Leuk, hè? Oké, laat 100.000 likes achter. Jee, deze man ga ik ook pranken. Prank. Bruh. Yo, die mensen, welkom terug bij de Egg Wars. We gaan het gewoon weer doen. Let's go. Waar de fuck is die iron? Oh, hier. Heel leuk, iron. Yes, hé, mannetje, ga jij eens weg. Je bent echt stom. Jij steelt namelijk al mijn iron. En dat is niet leuk. Nee, dat vind ik echt even niet leuk. Ik ga nu 1 gold van je stelen, dat vind ik leuk. Ik wil even 1 gold van je stelen, man. Geef me even 1 gold. Even eentje. Ik wil even eentje hebben. Eentje. Yes, dankjewel. Waarom weet ik echt niet, maar ik wou er gewoon even 1 hebben. Nu heb ik ook meer gold nodig. Of in ieder geval meer iron. En ik moet blokjes hebben om te kunnen bouwen. Kijk, ik heb alle voorbereidingen of alleen nog maar blokjes kopen. Oké, en let's go. Ik denk het beste om een brug te maken over die spinnenwebben heen. Dan kan je echt super snel blokjes plaatsen en shit. Kijk eens hoe handig dit is, jongen. Die spinnenwebbies. Ze zijn handig. Ik denk wat je nodig hebt. Gewoon spinnenwebben. Dan kan je super snel die blokjes plaatsen. Hoppakee, we zijn er al. Hoppakee. In le midden. En dan kunnen we zo naar een andere plek. Oké, wie gaan we als eerst vermoorden? Wie mag vandaag als eerst vermoord worden? Ik denk dat groen dat wel is. Because green has been a naughty boy. Niet dat? Green is a little bit of naughty. Naughty green, dat is raar. Ja, zie je hem ook echt gewoon onder me bouwen. En die andere gaat naar ons toe. Die gast gaat naar ons toe bouwen. Echt een boefie. Maar ze weten gewoon niet wat gaat overkomen. Want ik ga naar hun ei toe. Hoppakee, ik ben er. Ik ben boven. We weten gewoon lekker een golden appeltje. En dan gaan we naar beneden toe. Alright, even wat iron pakken. Even kijken waar we heen moeten. Voor mij moeten we hier denk ik heen. Oh, hij is aan het bouwen. Zie je dat? Hij is aan het bouwen. Wat een boefie. Wat een slim boefie. Ik ga hier gewoon overheen lopen. En dan doen we gewoon zo. Oh, hoppakee, hij is kapot. Oh, wat jammer, hè? Waar is hij? Waar ben ik dan? Waar ben ik dan, hè? Hier was ik, jongen. Ik zat er gewoon boven. Kijk eens, jongens. Ik was er gewoon boven, hé, jongens. Ik zat er gewoon boven. Serieus, jongens. Ik zat gewoon boven. Dat had je gewoon niet door, hè? Nee, dat had je gewoon niet door. Oh, wat is Link goed, hè? Link is echt tering goed. Nou, dat weet ik. Link is gewoon tering goed. Waar is die andere man? Ik zie wel een oranje man. En ik ben voor mij geen oranje zijn werk weet. Dus jij mag lekker doodgaan. Oh, Oké. Ja, doodgaan bedoelde ik gewoon dat je langzaam dood ging. Niet in 1 klapje, maar vind ik ook best. Dit is mijn game. 2 weken geleden deed ik gewoon Bed Wars en dat ging gewoon slecht. Ben ik Egg Wars en ben ik tering pro. Nou, zwaardje weggooien, hoppakee. En dan gaan we voor een prachtig mooi iron zwaardje. Die hebben wij wel verdiend. En we hebben natuurlijk wat meer blokjes verdiend. En fuck die pickaxe, we gaan ook even een betere pickaxe kopen. En een golden apple bij. Let's go. Oranje leeft nog. We gaan naar oranje toe. En dan gaan we naar rood en dan zijn we gewoon klaar. Zo grappig dat we de regenboog hebben. Rood, oranje, geel. Ja, en groen. Ja, die is dood. Groen is gewoon dood. Maar dat is gewoon kut. Dat is gewoon kut voor hun. Weet je, dat is niet mijn schuld, weet je, dat ze dood zijn. Weet je, ze hadden ook gewoon beter hun best kunnen doen, weet je. Gewoon even beter je best. Dat is altijd wel goed. Even beter je best doen, hoppakee. En dan gaan we even lekker swikkelen hier zo. En dan gaan we al, gewoon, hoppakee. Hallo, lieve jongens en meisjes. Wat doen jullie hier allemaal zo laat? Oh my god, waarom kom ik hier niet op? Waarom kom ik hier, godverdomme, tering niet op? Hoppakee, zo, ik ben er. We gaan dit even kapot slaan. Even hakken. Duurt misschien even, maar ze hebben hem echt gewoon totaal, ze hebben hem gewoon niet door. Ah, dit duurt lang. En your egg has been destroyed. Ja, man. Jongens, dat is niet leuk. Rood, ik ga jullie zo meteen, ga ik jullie ook even vermoorden, hoor. Maar hun ei is kapot. Hoppakee, lekker. Let's go. Ja, hoor. Daar ben ik dan, hè. Oh my god, hij heeft diamond sword. Oh my fucking god. Mijn ei is ook kapot. Nee. Oh. En weer nieuwe kansen. Altijd super coole kansen. Oh yeah. Gimme de. Oh my god. Ik heb de iron. You fucking bitches. You what, mate? Ik heb de iron. Ja, dan moet je moet gewoon even wachten. Start the other one. You can get the tering. Daar heb ik helemaal geen zin in. Doei. Alright, let's go to the middle. Maar ik denk het is helemaal niet slim naar de middel toe te gaan. Want dan kan je naar je iron toe komen. Nou, weet je wat ik tegen je kan zeggen? Het interesseert me vrij weinig. Hoppakee. Ik ga dit gewoon op deze manier gewoon aanpakken. Hoppakee. We zijn in de midden. Hallo. Je bent echt een aapje. Ga weg, aapje. Je bent een stom aapje dat je er bent. Hoppakee, ik ga weg. En van jou, wat jij? Nee. Kut aap dat je er bent. Jezus Christus. Nou, stone sword maken. Hoppakee, we gaan meteen een pickaxe maken. Zo, hoppakee. En dan gaan we meteen hier zo aan. Dan gaan we al deze mooie, prachtige armen kopen om natuurlijk ook aan te trekken. En we gaan weer gewoon naar het midden toe. En dit keer gaan we ze allemaal rekken. Ted naar beet de bad. Weet je, soms wil je gewoon lekker in het bad spelen. Dan kan het gewoon niet. Oké, hier is team geel. Hallo, team geel. Ik hoor bij jullie. Wist je dat? Ik hoor bij jullie. Ja, ik hoor bij jou. Ik hoor bij jou, ja? Is goed. Ik hoor bij jou, ja? Oké, ik hoor... What the fuck, man? Gaat hij me slaan? Wat een nerd. Wat een loser. Wat een lelijke jongens. Zijn jullie allemaal. Stuk voor stuk allemaal lelijke rot jongens. Dat jullie... Oh my god, ik heb het ei. Nee! No! Oh my god, hij was open. Maar ik heb hem niet gekregen. Nou, ik heb in ieder geval weer alles om natuurlijk naar hem toe te gaan. En dan komen die nare mannen komen meteen. Oh my god, ga eens weg, man. Nee, doe normaal. Nee, oké, we zijn dood. Snel, span. Dood. Nee. nee. Ik ga dood. Ik ga als eerst dood. Waarom groot ik? Dan ga ik nog weer als eerst dood. Weet je wat? Fuck you. Fuck you all. Nee, die Danny. Die Danny Cool. Danny Cool. Danny Cool. Ik ga vluchten van Danny Cool. Oh my god, ik word ingesloten. Nee. Vrede. Kut, kinderen. Kut, kinderen. Dat jullie zijn. Alright. Ik zit hier bij een woud. En die is een soort spider. Hij is alle superhelden in één. Hij is Spider-Man, Batman, Superman. Hij heeft alles. Hij is elke superheld die er maar kan zijn. Weet je, waarom zou je maar één superheld kunnen zijn als je ook gewoon alle superhelden kan zijn? Weet je, waarom gewoon niet? Hey, weet je wat? Fuck jou met je kut iron. Ik neem mijn eigen generator wel. Zo, ik heb alle armoren die ik maar nodig heb. We gaan gewoon meteen naar de buren toe. Ga maar Superman, slash Batman, slash Spider-Man, slash Iron Man, slash Captain America, slash... Want je bent echt een vies, vuil, stom... Ja, oké, weet je, jammer genoeg kan ik dat niet weghalen, maar anders was je gewoon dood. Voor mij is hij ook de Hulk, dacht ik, uit mijn hoofd. En hij is Captain America, en hij is Green Lantern, en hij heeft nog iets. Ik heb geen idee wat het is. Hij is gewoon echt, deze Wout is echt een superheld. Oké, dat is gewoon echt een kutgrapje. Oké, Wout, weet je wat, ik spring wel over je heen. Je duurt er veel te lang over. Dus doei, hoppakee, weg met jou, Wout. Ik ga even dit hier weghalen, zo. Kijk eens, hallo, hij is hacker. Of niet, ik heb geen idee of hij hacker was, maar hij deed... in ieder geval dat tering van damage for some fucking reason. En daar is er nog... Oh, dat is Wout. Doei, Wout. Nou, op naar de volgende. We gaan de volgende bedenken. Die man is veel te lang. We gaan er gewoon meteen door. Zo, we zijn hier aangebroken bij een nieuw eiland van een sappig mooi mannetje. En deze man is al dood. Deze man... Je bent praktisch al dood, kip meneer. Doei, kip meneer. Kip meneer, doei kip meneer. Oh my god, ik schrik me even. Lablazer is hier, jongen. Holy fucking shit, de puzzel. Hallo, is Osama Bin Laden? What the fuck, die Osama Bin Laden hier? What the fuck, Osama Bin Laden kom ik even tegen. Holy shit, dat gebeurt niet vaak, jongens. Even serieus, dat gebeurt niet vaak dat je Osama Bin Laden tegenkomt in Egg Wars. Komt wel vaker Hitler tegen dan Osama Bin Laden. Weet je, af en toe heeft Osama Bin Laden ook gewoon even pauze nodig, weet je. Hij gaat ook even lekker Egg Wars spelen. Ja, wie ben ik dan om te zeggen dat het niet mag, weet je, I don't know. Nou, het is nog pink tegen Grijs, ik weet niet waar Grijs is. Oh my god, mijn teammaat is geliefd. Ja, hoe de fuck moet ik dit winnen dan? Nou ja, weet je wat? Ik zoek wel een maniertje uit. Ik weet trouwens niet waar Team Grijs is. Maar ja, zie ik dan wel, hè? Dus dan zie ik dat vanzelf wel. Oké, Team Grijs zit helemaal aan de andere kant van waar ik zat. Dat maakt ook helemaal niet uit. Dan gaan we er gewoon heen. Dan gaan we ze gewoon killen. Hallo. Oh my god. Hij sprong gewoon vlak voor mijn neus. Hij is kapot. Oh my god. Deze mannen hadden perfect teamwork. Hij ging kapot en gelijk het genikt dood. Weet je, die mannen hebben het wel verdiend, maar alsnog. Nou, is ook op zich wel een leuk, gezellig mappie. Waar de fuck span ik? Oh, ik span weer helemaal in het verkeer. Ja, iedereen heeft mijn Iron Earl. Nice. Nou, ik sta hier al een minuutje en kijk hoeveel iron ik heb. Ik heb er al 43. Nou, je moet vooral een gegeven paard niet in de bek kijken. Want als je hem in de bek kijkt, dan doet hij zo hap en slik weg en dan ben je weg. Je mag me daarop quoten, sowieso. Ik denk dat ik nu wel genoeg boekjes heb en ik zie dat hier iemand wil naar ons toe bouwen. Zie je dat? Is een boefie hier zo. Zit hier gewoon even een boefie. Er zit iemand een beetje een boefie actie te doen, hè? Je bent echt een... Oh, hij rent nu al weg. Die boef rent weg. Nou, het is wel een slim boefie, hoor, deze man. Het is echt een slim boefie, maar niet slim Oh, oké, hij is wel slim genoeg. Dus dit is mijn godverdomme een slim boefie, man. Dit is even een slim boefie, deze man. Maar hij is wel dood. Ja, dat deed hij dan weer wel weer dom. Nou, hebben we wat eten erbij en dan kunnen we weer gaan. Hebben we dat gele boefie ziet ik... Oh, nee. Oh my god, het is me niet gelukt. Ik was net... Ja, eigenlijk heb ik net gewoon... hallo, doe eens even normaal. Had mij een beetje lopen slaan, hallo. Ik was hier wat aan het vertellen, hoor. Sukkel. Ja, nee, eigenlijk heb ik gewoon ons team laten doodgaan. Want ja, door mij is hij eigenlijk kapot. Want ik duwde hem uit item. Maar dat betekent natuurlijk ook dat we hij ook kapot gaan maken. Vieze vele klote kinderen dat zijn. Nou, oké, eitje kapot. Kom maar, hoor, bitches. Hè? Kom maar, hoor, bitch. Oké, toch niet. Was grapje. Prank. Was prank. Broeder, was prank. Niet komen, was grapje, social experiment en zo, weet je wel, prank. Oh shit, scheelt niet veel. Oké, ik heb weer full HP, dan kan ik gaan, ja, let's go. Sommige mensen zeggen dat social experiments niet leuk zijn, weet je wel, dat zijn allemaal van die pranks, maar deze prank is wel, oh my god, ik wou die man eraf tikken, nee, dan gaan ze mij eraf tikken, oh, was een prank, jongens, dat was een prank, grapje, prank, jongens, was prank, niet doen, was prank, grapje, was grapje, Jezus man, die mensen nemen echt serieus zo'n grapje. Ze neemt echt serieus. Dit doe ik ook eens niet vanmorgen. Wat echt een grapje. Het was gewoon een prank. Ik kan niet eens pranks uithalen hier zo. Ik kan gewoon echt geen pranks uithalen hier. De prankmeester komt terug hoor. De prankmeesters komen altijd terug. Oh, daar staat hij, staat hij. Zie je? Oké, daar kom. Prank. Prank. Kom hier, prank. Ik ga je pranken. Kom hier. Ik prank je. Kom hier. Ik ga je pranken. Kijk, dat is leuk. Prank. Dat is leuk. Pranks zijn leuk. Yes, leuk. Ik heb je geprankt. Gast, die andere Mattie van hem. Het was een prank. Ik ging een grapje uithalen. Niet zo serieus, man. Doe niet zo serieus. Het was een grapje. Oké, we gaan nu hem killen. Oké, jongens, de prank was gelukt. Dat was leuk, hè. Oké, laat 100.000 likes achter. Hier, deze man ga ik ook pranken. Prank. Oh, wat leuk prank. Leuk prank. Ik heb je vermoord. Leuk prank. Het hele team is uitgeschakeld door mij. Hoppakee. Oké, jongens, gaan kijken of we nog meer mensen kunnen gaan pranken. Weet je, prank vind ik eigenlijk best wel leuk. Ik ga later een prankkanaal starten, jongens. Echt waar, dat ga ik sowieso doen. Oké, daar komt Gijs. Dat zijn mijn matties. Dat zijn mijn prankmatties. Hé, jongens, prank. Ja, je slaapt me wel, maar dat is een prank. Echt, stop met mij te stelen. Stop met stelen. Dus geen leuke prank. Oké, jongens, we zijn natuurlijk hele goede prankers, maar daarvoor moeten we natuurlijk wel prankmateriaal zien te krijgen. Dus we hebben natuurlijk even een heel goed zwaardje gekocht. En natuurlijk gaan we ook even een heel goed pickaxe kopen. En natuurlijk een golden apple om natuurlijk goed te kunnen pranken. Weet je, een goed prankkanaal, die gaat natuurlijk goed voorbereiden en zo. Kijk, dat zijn mijn prankmatties hier. Dit zijn echt mijn prankmatties. Wij met prankmatties gaan wij gewoon eventjes, iemand gewoon killen. En ik zie dat hier een groen iemand staat. Zie je dat? Is hier een groen iemand. Een groen iemand die wij gaan pranken. Heet gewoon een golden apple toe. Op, oké, ik ga je pranken, man. Ik ga je pranken. Oh, dat is een prank. Oh, dat is grappig. Hey, dat is leuk. Nou, zo dus ben je aan het pranken. En dan, is er weer iemand gewoon dood geëlimineerd. Nou, denk bij jezelf van, weet je, ben je een grote prankkanaal geworden, zoals nu, weet je wel. Dan heb je gewoon betere spullen nodig. Je hebt gewoon betere spullen nu al nodig. Dus ga je gewoon betere apparatuur halen. Gewoon betere. En wat je dan gewoon koopt, is gewoon lekker een diamond sword. En dan hou je gewoon even lekker een diamond chestplate. In ieder geval een iron chestplate. Ook gewoon lekker een diamond pickaxe, omdat het kan. En een mooi chain broekie. En dan ben je gewoon weer geupgrade. Dan heb je er gewoon weer zin om te gaan pranken. Ik heb gewoon spontaan ineens heel veel zin in. Nou, oké, doe ook nog even een chain helm erbij. Hoppakee, waarom niet? En iron booties, let's go. Nou, dat is het beste prankkanaal wat er is, jongens. Gewoon meteen abonneren. Want er blijkt nog één van geel. En die gele gaan we even pranken. Even die gele kunnen vinden om te pranken. Blijkbaar van die gele helemaal niet. Die is er gewoon. Hij is er gewoon niet meer. Degene van geel is er gewoon niet meer om te pranken. Dat is jammer. Nou, dan gaan we maar naar paars toe. Want paars valt er nog heel veel te pranken. Oh, blijkbaar niet. Die is gewoon dood. Oké, er is nog één gele over die we kunnen pranken. En dan zijn we gewoon klaar. En ik zie hem daar lopen. Ik zie hem daar lopen. Kijk eens aan. Hallo meneer. Hij heeft een pijl en boog. Dat is niet leuk. Pijl en bogen zijn geen leuk prankmateriaal, jongens. Niet doen. Dat is niet leuk. Oh, hij valt gewoon af. Hij prankt mij. Hij wou mij pranken. Zag je dat? Hij valt gewoon af. Wat een man. Jongens, even serieus. Deze kippen. Dat zijn allemaal pranks. Allemaal social experiments. Ik dank jou voor het kijken naar mijn coole prankkanaal. Laat een like achter. En ik zie je in de volgende video. Dat is later. Oh, je bent een drol. Oh ja, een grote drol. En je lijkt ook op een drol. En je ruikt ook als een drol.